vrouwen, Netflix en chill. Zo San Francisco. Daan, hoe vaak ik sinds ik dit werk mag doen, ja. Hoe vaak ik al in een carnavalswinkel ben geweest, dat is werk niet normaal. Vaak? Ja, inmiddels denk ik dat we richting 10 keer gaan. Serieus? Ja. Nou, dat is wel lachen. Want wat hebben we vandaag gehaald? Leggings. Leggings voor Tom. Ja. Want daar gaan we morgen echt iets fantastisch mee doen. En we moesten alleen even de legging halen, het rest wordt op maat gemaakt. En de leggings hebben we nu, dus die gaat gewoon morgen super kinky in het bos, onder andere. Met dit lopen. Ja, twee stuks. Twee stuks. Ja. En het is altijd moeilijk om niet gewoon van alles mee te nemen. Ik zie ook wel weer handboeien liggen, Daan. Dat is ook wel vet voor Tom. Dus... Ja, tuurlijk voor Tom. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dus, Jongens, ik hoorde net van Leon dat we iets te vieren hebben vandaag. Ik ben vandaag 3 jaar eigenaar van Gamers.nl. Yay! Goed gedaan. Dat moest net van mij, want anders zou de geldkraan dichtgaan. Maar hoe vet is dat? 3 jaar nu! Oh, wat is er veel veranderd, hè? Tom erbij. Hey! Ja, nee, je bent wel Tom. Ik moest even nadenken. Maar ik dacht, hè? Link? Maar... Ja! Maar, en een tuk-tuk. Oh, man. Oh. En cheat nou dood en move is net dood. En laat weten wat je de beste verandering vond van Pete sinds hij hier de eigenaar is. Yay! In de comments. Is dat een ding? Dat is een ding. Oké. Okay. Bij deze, nu. Wat is de belangrijkste corporate beslissing die ik heb genomen de afgelopen 3 jaar? Corporate? Nee, gewoon... Nee, gewoon iets over Peter. Zeg iets leuks. Thanks. Het is wel heel praktisch, het is niet zo heel erg ruim, maar we zitten voor het eerst met z'n drie in een nieuwe auto. Yo! En Tom is Link! Yo! Hey, hoe voel je je? Hey kids, wanna buy some drugs? Nee man, voelt sick man. Ik heb nu alleen niet meer al mijn props bij, maar het is echt fucking lijp als het zwaard en de bogen en alles achterop zit. Ja, dat is heel vet. Maar dit is wel krap, dus dit is onze eigen Epona even. Ja, dus we gaan nu naar het bos. Kan ik zo mijn been strekken? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Nou, wat je hier dus ziet is acteurs optima forma. We hebben Daniel die een cameo heeft uit zijn vorige themaweek in de nieuwe themaweek voor The Legend of Zelda. En kijk nou, Tommy, wat ben je toch schattig zo. Als Link van Breath of the Wild. Ik lijk ook wel een beetje op Claudia de Bruin. Oh, mag ik dan bij jou? Maar ja, je lijkt echt op Claudia de Bruin. I know. Doe eens even iets geëngageerd. Oh ja, vrouwen, Netflix en chill. Zo San Francisco. Maar we zijn dus hartstikke veel aan het opnemen. En hartstikke leuk. En ik weet niet of het item al live is hoor. Maar het is iets met potten en breken. Dus de bezem is hier. Dus we gaan nou opruimen. Ja! Dus. Tom heeft nu zijn oren eraf gerukt. En dat hebben we helaas niet gevlogd, want dat was hilarisch hoor. Dat was heel pijnlijk. Maar hé, mijn wenkjes zijn nog steeds wel een fleek, toch? Ja, joh, wow, holy shit. Wat een vet, hè? Ja, fabulous, wauw. Maar je hebt ook echt nog spullen op zijn oren. Het brandt een beetje. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar hij zei dus, onze Bram, die zei dus van dit kan... dat je over een aantal dagen nog steeds allemaal van die poep uit je oren vist. Dus dat zie ik wel gebeuren. En dit heeft mijn hoofdhuid en mijn hele scalp heeft onder een... je ziet het ook wel een beetje. Heeft onder een pruik gezeten en onder een netje. En dat knijpt gewoon je hele hoofdhuid af. Dus wel echt super oncomfortabel, maar totally worth it, denk ik. Maar kijk eens hoe het er nu uitziet met zijn broek. Ja, maar ik voel me maar zo goed, dat spul durf ik hier niet bang voor te zijn. Want het is op een biologisch afbreekbare basis van aceton en uranium en wasbenzine. En adamantium. Ja, precies. Maar hey, trouwens, mijn neus, jongen, echt... Het ziet er veel meer geaccentueerd uit. Het ziet er echt super scherp uit. Nee, is niet. Dat is altijd. Maar goed, maar niet uit. Welkom in Eindhoven. Welkom in de hometown van Marcel. Hi Marcel. Hi. Dank je. Fijn. Close-up. Mooi. Ja, heel mooi. Maar de tuk-tuk heeft natuurlijk een metamorfose gehad. Check hem gaan. Kijk hem gaan. Super vet, wat vind je ervan? Ik vind hem mega tof. Ziet er netjes uit. Jij kent hem bijna niet meer terug ook, hè? Ik dacht dat het een andere tuk-tuk was. Hij dacht serieus dat het een andere tuk-tuk was. Niet gelogen. Maar dat is dus niet zo. En je ziet dat het Nintendo promotieteam gebruikt hem deze tour voor de Switch.
Dus dat, daar hebben wij verder niet zoveel mee te maken. Maar Tom maakt het item, maakt dingetjes voor Nintendo ook. Waar zien we Tom? Even kijken, waar staat hij? Oh, hij staat erachter te filmen. En daar is ook Mike, daar. Oh, dit kan ik natuurlijk wel. Deze guy is Mike. Dat is een bezoeker van Gamerset. Die kwam even gezellig langs. Uit Nijmegen toch, of niet? Uit Nijmegen. Uit een klein dorpje in de buurt van Nijmegen. Oh ja, ik zeg het maar niet. En wij gaan nu naar de Intouch een voelpleist halen, want daar hebben we zin in. Echt mega veel zin in. Ja. Genieten. Nou, we zitten hier voor de Nintendo Switch Tuk-Tuk Tour. Maar GameStop bezoek is al langs geweest. Wat super vet is Sammer. Yo Sam! Yo. Sam is een super groot fan van onze video's. En we hebben net koeienmolken, dat is echt. Tom, hebben we weer epische beelden geschoten? Jazeker. Waarom ben je zo hilarisch als je deze beweging maakt? Ik weet het niet! Nee, ik weet het ook niet. Nee, het is heel dom. Ik moet van Akeo altijd een outro video maken. Ik dacht, wat is nou een mooi moment om een outro video te maken als je in de tuk-tuk zit. Terwijl die geduwd wordt door onder andere Tom. Daarachter, je kan het zien. Wacht. Yo Tom! Huh? Zwaai hier. Wacht, wat? Hey! Hey, hoi! Wie is nou... Die tuk-tuk aan het duwen. Ja, het was geflipt beeld. En onwijs bedankt voor het kijken deze week naar deze enerverende vlog. Ik mag niet rijden, want we zitten in de winkelcentrum van die uitlaatgassen. Anyway, en bedankt voor het kijken. En als je dit op YouTube kijkt, je bent awesome. Kom ook eens naar gamership.nl, want we hebben nog veel meer dan alleen op YouTube. Maar like vooral. Overal, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch en gamership.nl. Download ook even de apps, nu het nog kan. Jongens, heel snel. Tot de volgende vlog. Lila laters.